een koning die een mooie, lieve dochter had. De koningin was erg streng en sloot haar dochter vaak op in de torenkamer van het kasteel. En ze was niet alleen streng voor haar dochter, maar ook voor de mensen in het land. Nooit was er eens een leuke feestdag of een leuke optocht. En als iemand haar tegensprak, dan kwam de beul en hak. Dan werd diegene zomaar onthoofd. Net goed, zei de koningin dan. Wat een griezelig verhaal. Omdat de prinses zo mooi was, kwamen er regelmatig prinsen naar het kasteel. Die wilden natuurlijk allemaal met die prachtige prinses gaan trouwen. Maar de koningin dacht, ik geef haar natuurlijk niet zomaar aan de eerste de beste prins mee. Daarom verzon ze steeds opdrachten voor zo'n jongen. Als hij die kon volbrengen, dan mocht hij trouwen met de prinses. Maar lukte het de prins niet, dan hak, kop eraf. Zo moest iemand op een keer het volkslied achterstevoren zingen. Net als vele anderen voor hem overleefde hij dat natuurlijk niet. En dan zei de koningin weer, net goed. Wat een gemene koningin, zeg. Alsof ze het zelf wel kon. Op een mooie zomerdag kwam er een heel dappere prins naar het koninkrijk. Ook hij had gehoord van die mooie, knappe prinses en haar gemene moeder. Hij dacht, ik laat me niet afschrikken. Het wordt tijd dat iemand dat vervelende mens eens een lesje leert. En trouwens, het schijnt dat haar dochter echt de moeite waard is. De prins kwam onderweg een man tegen die erg grote oren had. Eén oor hield hij plat op het gras. Wat doet u daar? Vroeg de prins. Ik luister naar wat er zoal gebeurt in de wereld, zei de man. Ik heb zulke goede oren. Ik kan zelfs het gras horen groeien. Kunnen jullie dat? Nee, ik ook niet. Maar hij kon dat wel. Wil jij misschien mijn dienaar zijn? Vroeg de prins. Iemand die zo goed kan horen? Nou, die kan ik wel gebruiken. Heel graag, zei de man. Trouwens, mijn naam is Putoor. Putoor heette die man. De twee konden het prima met elkaar vinden en onderweg zongen ze samen een vrolijk lied. Daar gaan we dan door bossen, over bergen en langs zeeën. Putoor en de moedige prins, daar gaan we met z'n tweeën. Hé, hey, Putoor, moet eens kijken. Zie je dat? Daar liggen twee voeten. Dat is merkwaardig. Van wie zouden die zijn? Aan de voeten zaten benen. Maar het waren zulke lange benen, zo lang dat je het einde er niet van kon zien. De prins en Putoor liepen verder en het duurde wel een kwartier voordat ze tenslotte bij een vriendelijk hoofd aankwamen. Hallo, zei de prins. Jij bent wel de langste man die ik ooit heb gezien. Ik ben Springkuit. Ik rustte even uit, zei de man. Ik heb net een rondje om de wereld gerend, vandaar. De prins keek hem ongelovig aan. Een rondje om de wereld? Ja, voor mij is dat een makkie, omdat ik van die lange benen heb, begrijp je wel? Oh, fantastisch, zei de prins. Ga je met ons mee? Heel graag, zei Springkuit en hij stond op. Verderop zagen ze een reusachtig dikke man. Hij lag op zijn rug in het veld. Zijn buik kwam nog hoger dan de hooiberg waar hij naast lag. Oi, 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 wat heb jij een dikke buik, zei de prins. Hoe heet je? Ze noemen mij Heuvelbuik. Ik heb altijd honger en dorst. En het gekke is, hoe meer ik eet, hoe meer honger ik krijg. Wat een rare man. Zo'n geweldige smulpaap kan misschien nog wel van pas komen, zei de prins. Wil je mij dienen? Wil je met ons meegaan? Heel graag, zei Heuvelbuik en met z'n vieren trokken ze verder. Onderweg zongen ze een gezellig liedje. Een beetje vrolijkheid kunnen we in dit land goed gebruiken, riep iemand naar de prins. Sommige mensen kwamen zelfs hun huizen uit toen ze het vreemde, maar vrolijke clubje hoorden zingen. Daar gaan we dan met onze prins, daar gaan we allemaal. Putoor, Springkuik, Heuvelbuik met vier man in totaal. Ho, halt, stop, zei de prins opeens. Er zat een man aan de kant van de weg die een doek voor zijn ogen had gebonden. Bent u blind? Vroeg de prins. Nee,
Juist niet, antwoordde de man. Als ik die doek afdoe en ik kijk naar iets, dan springt het meteen, paf, uit elkaar. Zo scherp zijn mijn ogen. Ze noemen mij daarom ook wel kogeloog. Nou, dat wil ik zien, zei de prins nieuwsgierig. Nou, oké, let op. Kogeloog trok de doek een klein stukje omhoog. Hij keek naar een oude boomstronk die een eindje verderop stond. En bam! De stronk sprong uit elkaar in wel 1000 open haardhaaltjes. Ongelooflijk, zei de prins. Dat noem ik nog eens een dodelijke blik. Ga je met ons mee? Heel graag, antwoordde Kogeloog. De zon stond hoog en de prins genoot van de tocht. Hij was vastbesloten de prinses uit handen van haar valse moeder te redden. Met zulke bijzondere dienaren moet het me toch lukken, dacht hij vol goede moed. Hé, wat is dat nou weer voor rare kerel, zei hij verbaasd tegen zijn nieuwe vrienden. Er liep een man handen wrijvend heen en weer. Ondanks het warme weer droeg hij een dikke winterjas, wollen wanten en een gebreide sjaal. Daarbij had hij maar liefst 2 ijsmutsen over zijn oren getrokken. Klappertandend sprak hij: Goedendag, prins. Als ik niet beter wist, zou ik zeggen dat je het koud had, zei de prins. Dat is ook zo. Hoe warmer ik het word, hoe kouder ik het krijg, bibberde de man. En er kwam een wolkje vriesdamp uit zijn mond. Reis maar met ons verder, zei de prins. Zo'n vreemde dienaar, die kan best nog wel eens nuttig zijn. Ja, heel graag. Trouwens, ik heet Koukleum. Koukleum? Oh, nou, welkom. Even later kwamen ze bij een bos aan en hoog boven de bomen zagen ze een hoofd uitsteken. Hé, zijn jullie er eindelijk? Vroeg het hoofd. Ik zag jullie uren geleden al aankomen. De man had een enorme lange nek. Nog langer dan die van een giraf. Mijn naam is Langnek, om u te dienen. Ik heb al 5 dienaren, zei de prins, maar iemand met zo'n lange nek en zulke goede ogen kan er altijd bij. Heel graag, zei Langnek, en de bonte stoet ging luid zingend verder. Daar gaan we dan met onze prins onder de hemelboog. Put, oorspring, kuit, hevelbuik, langnek, koukleum, kogeloog. Daar gaan we allemaal met 7 in totaal. Ten slotte kwamen ze bij het kasteel van de gemene koningin aan. Toen werd het spannend. Wacht hier op mij, zei de prins. En hij ging alleen naar binnen. De koningin deed haar best om hem vriendelijk aan te kijken. Jij wilt met mijn dochter trouwen, zei de koningin. Natuurlijk mag dat, zei ze op haar liefste toon. Maar dan moet je wel zorgen dat ze binnen een kwartier hier voor mij staat. Ze klonk opeens weer heel gemeen. Oh ja, ik kan je wel verklappen. Hier in het kasteel? Nee, daar vind je haar niet. De prins rende snel naar buiten, terwijl de koningin hem nog achterna riep. Wat zonde dat je mooie koppie er straks af moet, prins. Ja. Kom op, mannen, riep de prins. We moeten de prinses heel snel vinden. Putoor, kun je haar misschien horen? Putoor legde onmiddellijk zijn beste oor op de grond. Ja, zei Putoor. Ik hoor het arme meisje huilen, maar het klinkt zacht. Het komt van die kant. Hij wees naar het zuiden. En Langnek rekte meteen zijn lange nek uit. Zijn scherpe ogen zagen de prinses. Oei, zei Langnek. Ze zit aan de andere kant van het land, onder een boom. Wat ziet ze er verdrietig uit. Kan me niet schelen, zei de prins. Erop af. En hij sprong bij Sprinkuit op zijn rug. We hebben nog geen kwartier de tijd. Schiet op. Sprinkuit nam Kogeloog en Koukleum onder zijn linkerarm en Heuvelbuik onder zijn rechter. Wat kon die lange slungel hard rennen? In een paar minuten holde die door het hele koninkrijk tot een groot meer de weg versperde. Dat komt goed uit.
Ik heb net een vreselijke dorst, zei Heuvelbuik. En in één teug dronk hij al het water uit het gigantische meer op. Het zat zo in zijn buik. Snel gingen ze verder tot ze bij een enorme rotswand kwamen. Hoi, 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 dat is een hoge rotswand, zei Sprinkhuid. Hier kan ik zelfs niet overheen. Maar Kogeloog wist er wel raad mee. Hij haalde het doek van zijn ogen en... bam! De rots spatte uiteen in miljoenen kiezelsteentjes. Even verderop zagen ze een brandende hooiberg. De vlammen waren zo hevig dat ze er niet omheen konden. Koukleun stapte echter in het vuur en trapte het gewoon uit. Echt prettig is het niet, kraagde die. Ik krijg het er zo koud van het vuur. Daar zat de prinses onder een grote oude boom. Door haar tranen heen keek ze verbaasd naar de prins. Hij knielde voor haar neer. Lieve prinses, zei hij, ga snel met mij mee. Dan kan ik de opdracht volbrengen. Heel graag, zei de prinses. En de prins dacht, wat zegt ze dat toch mooi. Sprinkhuid haastte zich met de prins en de prinses terug naar het kasteel. Nog net op tijd stonden ze voor de gemene koningin. Die kon haar ogen niet geloven. Dit kan niet waar zijn. Hoe is dit mogelijk? Kwaad dat ze was, zo kwaad dat ze van woede ter plekke in rook opging. Net goed, dacht de prins. En de prinses dacht, och, dat is wel zielig. Maar nu ben ik wel samen met mijn prins. Eindelijk braken er betere tijden aan voor de mensen in het land. Nu de gemene koningin er niet meer was, waren de prins en de prinses de baas. Er mocht ook eindelijk weer eens plezier gemaakt worden. Het eerste feest dat gevierd werd, was de koninklijke bruiloft. Alle landgenoten waren uitgenodigd en de 6 dienaren waren natuurlijk de eregasten. Het verhaal ging dat Heuvelbuik in zijn eentje wel 300 gebraden ossen opat. En dat zou nog best wel eens waar kunnen zijn. Dat was het verhaal van de 6 dienaren.